Hallo, hallo lieve mensen. Wat leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik er dan eindelijk met mijn bevallingsverhaal. Waar jullie best wel een tijdje op hebben moeten wachten. Tenminste, we zijn nu 11 weken verder. En dat vind ik best wel een lange tijd. Juna die ligt hier naast me lekker te chillen in bed. En ik ga jullie stapsgewijs vertellen hoe mijn bevalling dit keer is verlopen. Want voor degenen die het niet hebben meegekregen, ik ben dit keer thuis bevallen. En het was me een pittige thuisbevalling. En dat doe ik never nooit meer. Ik weet überhaupt niet of we hierna nog een derde willen, maar ja, hoe ik er nu over denk, denk ik, nee, ik hou er maar mee op, want het is gewoon echt wel heel pittig geweest en we hebben er ook echt wel eventjes tijd voor nodig gehad om het te verwerken. Dwayne en ik leefden natuurlijk allebei in een hele andere film en hij heeft dingen gezien die ik niet heb gezien en ik heb dingen gezien die hij niet heeft gezien. En ja, het zit natuurlijk nog op je netvlies. En dat duurt echt wel eventjes voordat dat een beetje verwerkt is allemaal. En ik moet zeggen, nu 10 weken of 11 weken verder voel ik me gewoon wel weer echt heel erg goed. Ik zit lekker in mijn vel. En af en toe heb ik natuurlijk wel schommelingen dat ik ineens kan huilen om bepaalde dingen. Maar meer dat ik me zorgen maak dan dat ik terugdenk aan de bevalling. Dus meer gewoon zorgen ja, in het nu. Dus corona, de wereld, wat er allemaal gebeurt. Dat is waar ik nu een beetje ja, mijn zorgen bij voel. Dus gewoon hoe het dan met mijn kinderen allemaal zal gaan. Ja, waar ik nu last van heb. Maar de weken daarna ben ik best wel snel hersteld, gelukkig lichamelijk. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn geweest. Dat je dat ook niet nog ja, heel erg heftig ervaart. Maar ja, de bevalling zelf was gewoon echt wel een stuk heftiger dan mijn eerste bevalling. En ik had dat niet verwacht, want je verwacht dat de tweede bevalling juist sneller gaat. Dat gebeurt bij heel veel mensen, dat het dan vloep eruit is en klaar. Maar bij mij was de tweede bevalling dus gewoon veel zwaarder. En dat kan verschillende redenen hebben. Ik denk ook omdat ik thuis ben bevallen, wat ik achteraf gezien liever niet had gedaan. Ja, in ieder geval ga ik het nu weer proberen een beetje terug te halen en met jullie erover hebben. En ook voor mezelf, dat ik het een beetje ja, een plekje kan geven en dat ik het ook later kan terugzien als ik ooit benieuwd ben weer naar mijn eigen bevallingsverhaal. Of als ik het Juna wil vertellen dat ik het zelf niet meer weet, kan ik zeggen van nou, kijk maar even deze video. Dan weet je hoe jij ter wereld bent gekomen. Dus ja, ik vind het toch wel ook gewoon heel fijn om deze video op te nemen. Omdat het dan ook gewoon daaruit is weer even. Je vertelt natuurlijk wel aan vrienden en familie. Maar zo op beeld is het toch net even wat anders. Dus goed, ik ga gewoon beginnen. Ik ga jullie meenemen in het hele proces vanaf begin tot eind. En het ging best wel snel, moet ik zeggen. Maar ja, het voelde voor mij heel erg lang. En dat vertel ik jullie allemaal straks. Maar ik heb wel even voor mezelf opgeschreven wat de tijden waren. Dus wanneer mijn vliezen waren gebroken. En ik heb eigenlijk ook nog wat vragen van jullie via Instagram opgeschreven. Maar ik weet niet of ik dat in deze video ga behandelen of dat het dan een te lange video wordt. En anders dan komt dat in een van de volgende video's online. Dus ik hoop dat deze dame naast mij het een beetje vol gaat houden. Of dat ze straks weer honger krijgt. Dan moet ik deze video wel stoppen. En straks weer doorgaan als ik dat nog red. Want Nela die komt ook straks weer thuis. Dus ik kijk gewoon even hoe ver ik kom. Maar ik wil in ieder geval nu wel jullie alles vertellen over mijn bevalling. Hoe dat is gegaan. Nou, allereerst mijn vliezen die zijn gebroken om 6 uur 's ochtends. Ik begon eigenlijk met een beetje buikkramp en dat ik weer het gevoel had alsof ik naar het toilet moest, dus nummer 2 moest doen. Dus ik ging naar het toilet, ik ging even plassen, ik moest niet poepen. De vorige keer moest ik dat wel, dus bij mijn vorige bevalling had ik wel echt het gevoel dat ik ik had gewoon heel erg last van mijn darmen toen en nu had ik een beetje hetzelfde vergelijkbare gevoel. Dus ongeveer 5:45 ging ik naar het toilet, toen had ik dus geplast. Liep ik weer terug naar de slaapkamer en toen voelde ik wel een soort van warm gevoel langs mijn been stromen. En ik dacht, misschien is het nog van het plassen dat ik, weet ik veel, niet genoeg heb geplast. Dus ik liep weer terug en toen kwam de rest eruit en ik zei al tegen me van ja, ik denk dat het toch echt wel vandaag gaat gebeuren. We hadden eigenlijk geen idee wanneer het exact zou gebeuren. Met Nela had ik echt wel het gevoel dat het eerder zou komen, de bevalling. Maar met June hadden we zoiets van, nou, ze zat al best wel lang tot bijna het einde, de 40 weken in mijn buik. Maar één dag voor haar uitgerekende datum dacht ze, oké, laat ik maar komen. Dus dat was één dag voor haar uitgerekende datum. Ik was 27 juni uitgerekend en ze kwam 26 juni, toen is zij geboren. Ja, dus mijn vliezen waren gebroken. Dus ik had mijn verloskundige gebeld en ik had gezegd van nou, ik weet nog niet zeker of ik thuis wil bevallen of in het ziekenhuis. Op dit moment had ik nog geen weeën, dus ik had nog nergens last van. Mijn vliezen waren alleen gebroken en dat was het. Maar ik zei, kom maar wel even kijken of ik überhaupt ontsluiting heb. Want bij mij ging het de vorige keer echt heel snel met Nela. Dat ik gewoon een beetje bang was om dan met te erg weten zitten en dat er dan niemand was om de bevalling bij te staan als het ware. En de verloskundige was er toen best wel snel gekomen. En toen had ze dus gekeken en toen had ik ongeveer 3 à 4 centimeter ontsluiting al. En toen begon ik ook echt wel
ja, een beetje krampjes te krijgen. Op een gegeven moment ging zij beneden zitten en toen wilde ik gewoon heel even alleen zijn. June heeft ik. Toen wilde ik gewoon even alleen zijn en toen ben ik in de tussentijd even lekker gaan douchen, zodat ik me ook fris voelde. En onder de douche was het ook wel heel erg fijn, omdat ik op een gegeven moment ook een soort van wee kreeg in mijn rug. Wat ik best wel naar vond. En dat had ik ook niet bij mijn vorige bevalling, maar nu dus wel. En toen zei ik ook tegen Dwayne van, ik wil toch liever wel thuis bevallen. Omdat ik gewoon, wij moeten echt een half uur rijden naar Harderwijk voor het ziekenhuis. Of richting Almere, maar dat is ook ongeveer 20 minuten, half uur rijden. En daar wilde ik eigenlijk ook niet bevallen. Harderwijk was dan de enige optie geweest en dat is echt dik een half uur rijden. En dat vond ik toch best wel eng, omdat de vorige keer ging het zo snel dat ik dacht van, nou, dat gaan we niet eens redden. En dan zit ik al met pers mee in de auto en dat wil ik echt niet meer. Dus nou ja, uiteindelijk duurde het toch best wel lang om alles een beetje te voelen in mijn buik. Die weeën kwamen wel op gang. Dat duurde ongeveer 4, 5 minuten zat er tussen. En dan kwam er weer een wee en een paar weeën moest ik dan wegpuffen en... Op een gegeven moment werd het steeds iets heftiger. En toen in de tussentijd in de verloskunde dus de kraamhulp bellen. Want die zijn dan bij de bevalling. Bij een thuisbevalling heb je dus je verloskunde. En de kraamverzorgster die komt dan bij jou om je bij te staan. Dus nou ja, goed. Het idee was dus thuisbevalling. En dat vond ik best wel ergens een beetje spannend. Want in het ziekenhuis heb je alle spullen liggen die je nodig hebt als er iets misgaat. En thuis niet. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon wel heel spannend. En Dwayne vooral. Want die zat echt gewoon heel erg te ijsberen in huis ook. En ik zag aan zijn ogen dat hij toch wel lichtelijk paniek had. Maar goed, hij waardeerde gewoon mijn keuze. En hij had zoiets van, weet je, als dit voor jou goed voelt, dan doen we dat gewoon. En de verloskunde zei ook van, oké, Manon, we doen het gewoon thuis. Dus toen werd er een strijkplan klaargezet. En alle middeltjes die de verloskunde en de kraamhulp nodig hadden, die werden daarop neergelegd. Dus weet ik veel wat ik allemaal zag. Een schaar, handschoenen, van alles. Dus dat was allemaal geïnstalleerd. En ik was intussen gewoon nog aan het ijsberen. Dwayne was aan het ijsberen. Die ging intussen naar beneden, naar boven. Dus daar was ik eigenlijk al een beetje afgeleid van. En had ik zoiets van, op een gegeven moment, laat me even alleen. Dus toen ben ik in de badkamer weer gaan zitten op het toilet. Want ik had ook een beetje het gevoel dat ik toch nog even moest poepen. Dat hoort erbij. Je hebt natuurlijk een enorme drang. Niet bij iedereen is dat zo. Maar ik voelde wel echt die druk op mijn darmen ook. En had ik echt het gevoel dat ik continu naar het toilet kon gaan om te poepen. Maar er kwam er niks uit. Dus ik op het toilet gezeten. Dan ging ik weer terug naar bed. Ging daar weer even liggen. Dan ging ik weer onder de douche staan. Want die weeën in mijn rug werden steeds wat erger. En nu moet ik er even het papiertje erbij pakken. Want ik weet de tijden niet meer dat het steeds heftiger werd. 8 uur kreeg ik steeds meer pijn. En toen had ik dus die rugpijn. En om 9:10 werd het steeds zwaarder. En toen had ik al 8 à 9 centimeter ontsluiting. En toen begon het wel wat spannender te worden. Want met 10 centimeter kan je natuurlijk al gaan persen. En bij mij kwam die persdrang nu niet echt op gang. En dat was heel raar. Want bij Nela had ik echt het gevoel alsof er handen zaten aan de zijkant van mijn buik. Die dan haar eruit wilden duwen. Maar bij Juna voelde het alsof alles een beetje vast zat. En dat ik die drang niet kreeg. Dat het zo mijn lijf uitgeduwd kon worden met een wee. Dus ik lag op bed en ik kon persen, maar ik voelde me gewoon zo naar omdat ik die wee niet had. Ik heb natuurlijk al eerder een bevalling ervaren, dus dan weet je ongeveer hoe het voelt. En dat gevoel had ik nu totaal niet, dus ik raakte daar al een beetje van in paniek. Ik dacht, ja, kom op, ik heb het gevoel dat ze er wel uit moet, maar het komt niet in mijn buik, zeg maar. Dus dat was heel raar. En in de tussentijd was de verloskunde aan het kijken met haar vinger. Gaat ze dan echt in je vagina kijken. In de tussentijd moest ik persen en dan ging zij met haar vinger om een beetje het hoofdje verder eruit te krijgen. Dus ze zei tegen mij op een gegeven moment, Manon, ik denk dat de baby heel graag eruit wil, want haar hartslag begon ook steeds iets meer omlaag te gaan. En daar begon... Nou, ik zit toch weer bijna vol. Als ik erover nadenk. Bij mij begon toen zeg maar de paniek. En nu ik erover terugpraat, denk ik, jeetje, dat je hartslag van je baby omlaag gaat. En jij die domme keuze hebt gemaakt om thuis te bevallen. Dan, ik weet niet, je schiet helemaal in de stress. En ik zag ook aan Dwayne dat hij dacht van, ja, wat is dit nou weer? Haar hartslag gaat omlaag. En de verloskunde bleef maar zeggen, ze moet er echt nu uit, Manon. Dus je moet echt gewoon all force persen wanneer je die wee voelt. Dus ik ging persen. En in de tussentijd was zij dus ook weer met haar vingers aan het meehelpen om die uitgang wijder te maken. Want Juna was echt een flinke baby. En dat gevoel van die vingers vond ik het meest nare, denk ik, van alles. Omdat, ja, ik weet niet, je voelt gewoon, die rand, die wordt gemaakt, zeg maar. Je wordt soort van uit elkaar getrokken, had ik het idee. Dus, ze bleef maar zeggen van, Manon, bij je wee gaan we dus persen. En dan hopen we dat ze eruit komt.
Want ze heeft het er wel zwaar mee. Dus ik was eigenlijk al een beetje die focus kwijt. Omdat ik in paniek was. Omdat ik natuurlijk thuis was en niet in het ziekenhuis. Dus mocht er wel iets zijn, dan konden ze haar niet meteen halen met een keizersnee. Of met een ander iets om haar ZSM eruit te kunnen trekken. 9:55 ging dus op de baarkruk zitten. En dat vond ik dit keer niet heel fijn. Omdat sowieso die persdrang was heel anders dan met Nela. De baarkruk zelf is sowieso heel fijn als je persdrang voelt. En echt het idee hebt dat ze eruit wil en eruit kan glijden. Maar nu had ik dat dus niet. Dus die baarkruk was dit keer geen succes, maar met Nela wel. Met Nela is het ook echt op de baarkruk heel snel gegaan. Maar goed, dus ik had het wel geprobeerd omdat het wel mijn wens was om op de baarkruk te bevallen überhaupt. Maar dat lukte dus niet. Dus toen ben ik weer terug op bed gaan liggen. En toen had ik weer een perswee. En toen ging ik weer persen, echt met alle kracht. Maar ze kwam er nog steeds niet uit. Zelfs niet met de hulp van de verloskundige. Dus de verloskundige die was intussen ineens haar telefoon erbij aan het pakken. En de kraamhulp stond nog naast me om een beetje een washandje op mijn hoofd te doen. En Dwayne die zat achter mij. Dus ik raakte nog meer in paniek omdat ik haar zag bellen met de ambulance. En ik dacht, er is nu echt iets goed fout. En vanaf dat moment was gewoon alle controle was weggevallen. En zij belde met de ambulance om te vragen of ze hier naar ons toe konden komen. En wij wisten niet waarom. Ze noemden allemaal verloskundige termen op die wij niet kenden. Dus toen dachten wij, oké, wat is er aan de hand en zo. En ik weet niet wat ik op dat moment gezegd heb, maar ik weet wel dat ik in paniek raakte. Uiteindelijk was ik dus verder aan het persen en was de telefoon weer weg. En toen op een gegeven moment toen werd de schaar erbij gepakt. En toen zei ze, Manon, ik moet toch een knipje gaan zetten, want anders gaat het niet goed. En Juna, haar hartslag was echt heel erg gedaald en ze was helemaal blauw, dus ze moest er echt uitgehaald worden. Dus ik was eerst een beetje zo van, nee, ik wil geen knipje, ik wil het gewoon zelf doen, want ik had hele nare verhalen gehoord over een knipje, dat je daar heel lang over doet om te herstellen. Maar achteraf gezien viel dat echt heel erg mee. Dus tjak, die knipt erin. Een beetje aan de zijkant werd er geknipt. En dat geluid hoor ik wel nog steeds. Dat vond ik zelf niet prettig. Het geluid om te horen dat er wordt geknipt in je uitgang. Maar achteraf gezien is dat herstel heel erg snel gegaan. En goed, dat knipje was gezet. En toen heb ik nog één keer zonder perswee, want ik voelde dus nog steeds geen perswee aan de zijkant van mijn buik, heb ik gewoon letterlijk mijn hoofd erop gezet van, oké, nu moet ze er gewoon echt uit. Laatste keer persen, ik zat ik zal het niet voordoen, maar ik zat met mijn knieën op bed, soort van met mijn bil omhoog. En toen op een gegeven moment werd ik op mijn zij gelegd en toen weer op mijn rug. En hebben de kraamverzorgster en de verloskundige me echt in allerlei houdingen neergelegd op het bed. En toen ineens kwam Juna met heel hard persen. Volgens mij lag ik op mijn zij op dat moment. Kwam ze eruit en ik hoorde haar niet. Dus vanaf dat moment dacht ik, oké, ik lag zeg maar met mijn knieën op bed en mijn navelstreng bungelde er nog uit. Ik hoorde geen baby. Er stond ineens een ambulanceman naast mij. Dit is echt het mooiste wat ik heb meegemaakt van mijn baan. En ik weet niet wat hij allemaal zei, maar hij vond het in ieder geval heel mooi. En ik zat echt daar met die navelstreng die nog uit me bungelde. Te wachten tot ik een huiltje hoorde en dat ik mijn kind bij me kreeg. Maar die kreeg ik dus niet in mijn armen. Dus in de tussentijd was Juna bij de kraamverzorgster. En Dwayne die zei dat Juna haar hoofd heel klein was. Natuurlijk is alles nog een beetje buigzaam. En is haar hoofdje heel klein geworden door de uitgang die zo nauw was. Het was ook heel blauw en bleekjes. En de kraamverzorgster die was haar op de rug aan het masseren. Zodat haar geluid eruit kwam. Hey, liefie. Zodat ze ging huilen, want dat huiltje moet natuurlijk wel komen. Want ze was helemaal verstijfd. Ze keek wel om zich heen, maar dat huiltje kwam er niet. Dus toen uiteindelijk hoorde ik een huiltje en toen lag ik alweer op bed. En toen was ze daar in mijn armen gelegd en gelijk aan de borst. En ze was zo lekker chubby al en zo'n lekkere volle baby. En toen dacht ik, dit is waarom de bevalling zo moeilijk ging. Omdat mijn eerste bevalling, Nela was gewoon veel kleiner. En nu waren de weeën zo anders. Dus dat gewoon echt een gigantische baby in mijn buik. Dus het was heel erg raar om dit mee te maken. Want ik had me er zo anders op ingesteld dan dat ik nu uiteindelijk hoe het is verlopen. Maar ik was zo, zo blij en zo dankbaar dat ze er was uitgekomen. Gezond en dat er niks aan de hand was. Dat we niet alsnog naar het ziekenhuis moesten. Want mijn placenta kwam er ook echt binnen 5 minuten uit. En ik hoefde niet heel heftig gehecht te worden. Dus ik was zo, zo dankbaar en zo blij dat het erop zat. Maar oh mijn god, het was zo'n rare ervaring. En echt een rollercoaster waar we in zaten. En oh, schrijf ik om me mee even pakken.
Zal ik jij even pakken? Hoi poepje. Hey. Ja, het was gewoon echt een hele bijzondere en stressvolle ervaring. Ik was vooral in paniek tijdens deze bevalling. En tijdens mijn vorige bevalling was dat zo anders en ging het allemaal veel vlotter, veel minder angst. En heb je natuurlijk ook alle middelen bij de hand van het ziekenhuis. En nu thuis was het gewoon echt dat ik dacht van nou, dit doe ik nooit, nooit meer thuisbevalling. En ik ben heel blij dat Juna verder gewoon gezond is en dat ze het super goed doet. Ook echt een enorme bos haar kwam er uit mijn doos. En ja, we zijn ontzettend blij met haar. Maar ja, ik zou het niemand aanbevelen om thuis te bevallen. Omdat ja, je weet gewoon niet hoe het loopt. En iedere bevalling is anders. Ook al heb je al een kind eerder op de wereld gezet wat super makkelijk ging. Zoals bij mij het geval was. De tweede bevalling was gewoon zo, zo anders. En dat kan je gewoon niet met elkaar vergelijken. Het gaat gewoon altijd anders. En dat is bij iedereen weer verschillend ook. En maar goed. Dit is dus Juna voor degene die hem nog niet hebben gezien. En ze is op dit moment al 6,5 kilo. 10 weekjes verder. Ze krijgt volledige borstvoeding. En we zijn super blij met haar. Ze is echt een onwijs tevreden baby. En ik merk ook dat met de tweede ben je veel relaxter, veel makkelijker gaat alles. Niks is nieuw eigenlijk, want we hebben natuurlijk 2,5 jaar geleden ook Nela gehad. En het is gewoon heel fijn om dan nu dit zo relaxed te ervaren allemaal. Behalve de bevalling dan. En ik ben ook gewoon, wat ik al zei, goed hersteld. Ik ben inmiddels ook al ongesteld geworden. Ik heb inmiddels ook al seks gehad. Dat is ook iets wat heel erg veel werd gevraagd. En dat is niet fijn. Dat voelt gewoon echt alsof je opnieuw ontmaagd wordt. Maar dat is misschien wel handig om te weten. Het is even doorbijten de eerste paar keer. En dan is het gewoon weer zoals het altijd was. En mocht het echt pijn blijven doen, dan kan je altijd volgens mij naar de gynaecoloog om daarnaar te laten kijken. Ik ga denk ik nog wel even jullie vragen erbij pakken. Het zijn er niet veel, maar toch een aantal vragen die ik dan even kan beantwoorden. De vraag die best wel veel werd gesteld is of ik pijnstilling had tijdens de bevalling. Ik had geen pijnstilling en dat is ook iets wat ik helemaal niet fijn zou vinden. Ik wilde het gewoon echt op eigen kracht doen. En volgens mij kan je überhaupt bij een thuisbevalling ook geen pijnstilling doen. Tenminste, niet dat ik weet. In het ziekenhuis bij mijn vorige bevalling heb ik ook geen pijnstilling gehad. En als ik mocht kiezen tussen thuisbevalling en ziekenhuisbevalling, absoluut ziekenhuisbevalling. Want je hebt gewoon alle middelen daar. Je ziet je partner niet, ijsbeer in het huis. Het enige wat wel heel erg fijn was van thuisbevallen, is dat je niet nog met pijn terug naar huis hoeft. En dat de baby ook gewoon in de vertrouwde omgeving direct is. En dat je ook gewoon lekker meteen onder je eigen douche kan springen. In je eigen bed kan liggen. Dat vind ik van thuisbevalling wel erg fijn. Maar al met al zal ik het niemand aanraden om het te doen. Vooral niet als het je eerste kindje is. Want je weet dus gewoon niet hoe het kan lopen. En toen viel mijn camera uit. Dus ik heb heel even alles opnieuw aangezet. Maar de volgende vraag die ook heel vaak voorbij kwam, dat is hoe maken ze het schoon als je thuis bent bevallen? Dat ging eigenlijk heel snel en dat heb ik eigenlijk niet eens gemerkt. Want ik ging douchen en ik kwam terug en mijn bed was al verschoond. Ik zag niks van bloed, ik rook niks in de kamer. Het was allemaal gewoon heel erg fris en schoon. En daar merk je dus absoluut niks van. Wij dachten ook van als ik thuis ga bevallen, dan zal alles wel super vies zijn. En zullen de spetters bloed wel aan de muren zitten. Maar daar vergis je echt in. Dat is absoluut niet zo. En ze maken het super goed schoon. Dus ik heb daar niks van gemerkt in ieder geval. Ik kwam gewoon lekker onder de frisse douche vandaan. Mijn haartjes gewassen. Helemaal schoon. En toen kon ik in een schoon bed liggen. Dus dat was wel echt heel erg prettig dat het op die manier ook gaat. Nog een vraag is, wie waren er bij de bevalling? Nou, alleen dus de verloskunde, de kraamhulp en Dwayne. En verder niemand. Dwayne die heeft het ook super goed gedaan. Hij zat eigenlijk de hele tijd gewoon achter mij. En hij heeft me goed gesteund. Maar er waren ook momenten dat ik weeën had dat hij gewoon ergens op een stoel zat en mij zag pijn lijden. En dat vond ik wel heel erg heftig, ook voor hem. Om mij pijn te zien lijden. Maar hij heeft het gewoon goed kunnen verwerken. Ook de hele bevalling. En ik ook. Omdat we er gewoon veel over hebben gepraat. En ook met de verloskunde. En dat geeft wel een goed gevoel dat je het een plekje hebt kunnen geven. En hij ook. Ja, achteraf gezien had ik denk ik ook verder niemand erbij willen hebben. Omdat het zo'n heftige bevalling was. Ja, ik denk dat ik juist onrustiger zou worden als bijvoorbeeld mijn zussen ook nog in de kamer zouden zitten. Ik denk dat ik dan die focus helemaal zou verliezen. Dus hoe graag ik ze er ook bij had willen hebben, zou ik het met zo'n bevalling misschien voor hun ook niet fijn vinden als ze mij echt op die manier zouden zien liggen met pijn. En dat de baby haar hartslag achteruit gaat steeds. Dat is voor hun denk ik ook wel heftig dan.
Dus ik ben blij dat we het gewoon nu met dit kleine groepje hebben gedaan in mijn slaapkamer. De laatste vraag die ik ga beantwoorden is: hoe lang duurde je herstel na de bevalling? Ik denk dat ik na 6 weken echt volledig ben gestopt met bloeden. En dat ik ook volledig hersteld was down under. Dus de hechtingen en alles was niks meer van te zien. Nu zie ik eigenlijk ook niks meer terug van het knipje. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dat is echt zo'n angst geweest voor mij, dat knipje. Want ik had natuurlijk hele nare ervaringen gelezen en gehoord daarover. En ik dacht, nou, dat moet mij echt niet overkomen. Maar dat viel dus echt heel erg mee. Ik denk dat dit herstel sneller ging dan met mijn vorige bevalling. Zo, hallo. Dus al met al ging dat redelijk vlot. Dus dat was eigenlijk alles wat ik in deze video wilde vertellen. In mijn bevallingsverhaal video. Ik kan me voorstellen dat er na het kijken van deze video nog heel veel vragen zullen zijn. Dus als je nog iets wil weten, laat het gewoon even weten in de comments hieronder. En dan ga ik er gewoon even voor zitten om dat allemaal te beantwoorden. En ja, als deze video een beetje warrig overkwam of dat ik niet alles heb verteld, het kan ook. Ja, het is gewoon heel lastig om het terug te vertellen. Vooral als we nu 11 weken verder zijn. Het zit niet helemaal meer in mijn geheugen. Dus ik moest het ook echt even goed teruglezen wat de tijdstippen waren, wat ik al zei. Ja, ik vind het gewoon fijn dat ik het überhaupt nu alsnog heb verteld. En dat ik het een plekje kan geven, dat ik het gewoon kan laten. En dat ik het altijd later nog terug kan kijken of doen als ze groter is. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. En laat jullie vragen gerust even achter. En voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!